Nederland dreigt economisch en politiek hard getroffen te worden door de vergrijzing binnen de Europese Unie. En daarom moet de regering zich extra inspannen om dat onderwerp hoog op de agenda te krijgen in Brussel, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een vandaag gepubliceerd rapport. Contact erover met Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics en ook lid van de WRR. Goedemiddag, Casper. Goedemiddag, Thomas. Die vergrijzing, dat is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Dat laat zich al decennia aankondigen. Toch komt de WRR nu met het rapport en de conclusie: dit gaat Nederland hard raken. Toch nog even op een rijtje, waarom? Ja, onze invalshoek is wat er gebeurt in andere EU-landen, dat ons gaat raken. En dat komt omdat Nederland een uitzonderingspositie inneemt. We hebben behoorlijk gespaard voor onze pensioenen. En bijna alle andere EU-landen moeten die pensioenen uit de lopende begroting bekostigen. En ten tweede, wij vergrijzen wel, maar minder sterk. Maar in de hele EU gaat het van 1 oudere op 3 werkende naar 2 oudere op 3 werkende. En dat gaat dus linksom of rechtsom een enorme druk op de begrotingen van andere EU-landen leggen. En op welke manier, als dit toch vooral problemen zijn in buitenlanden, wordt dit dan ook een Nederlands probleem? Ja, het wordt een Nederlands probleem omdat wij heel erg sterk zijn verbonden met andere EU-landen. Dus bijvoorbeeld als men daar gaat bezuinigen, dan raakt dat ook ons, omdat de koopkracht in die andere landen afneemt. Of als ze meer de schulden daarop gaan laten lopen, dan raakt dat ons ook, omdat dan de rente in die andere landen op gaat lopen en er financiële instabiliteit ontstaat. Of als de ECB, zeg maar, als gevolg daarvan die staatsschulden in het buitenland op gaat kopen, ja, dan neemt de inflatie toe. En dat holt de reële waarde van onze pensioenen bijvoorbeeld weer uit. Dus linksom of rechtsom gaan er politieke en maatschappelijke spanningen ontstaan binnen die landen, maar ook binnen de EU. En dat is weer negatief voor de slagkracht van Europa. Ja, het leest niet echt prettig weg, tenminste niet als je de conclusies zo tot je neemt. Want de WRR voorspelt nog net niet het einde van de Europese Unie, maar het scheelt toch niet veel. Wat is het actieplan dat nu dan ontvouwd moet worden? Nou ja, dus dit zijn de negatieve kanten. Maar er is ook wat aan te doen. Als je kijkt naar de deelname van ouderen dan voornamelijk in de EU, dan is die in 2000 zat Nederland nog helemaal onderaan zelfs. Er was een hele lage arbeidsdeelname, bijvoorbeeld door die vroeg pensioenregeling, de VUT. En nu behoren we tot de beste jongetje van de klas. We zitten ruim boven de 60%. Dat wil zeggen dat er gewoon wat aan te doen is. En ja, de enige manier om er eigenlijk wat aan te doen is die koek te vergroten, dat wil zeggen dat mensen meer en langer moeten gaan werken. Wat in heel veel landen, ook in Nederland overigens, tot zeer verhitte discussies leidt. Nee, dat is zo. Dus je moet dat ook goed brengen. Kijk, het is in Nederland ook gelukt om die VUT af te schaffen. Daar waren ook protesten tegen. En ja, daar kan Nederland ook nog wel wat beter in zijn. Nou, je ziet nu die discussie over vroegpensioen. Je moet mensen kunnen overhalen om langer door te werken. Dus dat betekent inderdaad dat mensen in een zwaar beroep, die moeten tijdig omgeschoold worden. Niet als ze 60 zijn, maar al als ze 50 zijn. En daar is dus, denk ik, ook een nationaal omscholingsplan voor nodig. Net zoals, zeg maar, in de 19e eeuw uiteindelijk de overheid de lagere school heeft verplicht gesteld. Als je die mensen die een zwaar beroep uitoefenen tijdig omscholt, ja, dan is het denk ik ook mogelijk voor die mensen om langer door te werken. En hebben ze er waarschijnlijk ook plezier in. Want je ziet gewoon, dat blijkt uit allerlei studies, dat mensen heel veel positieve sociale kracht halen uit werken. En het aanwezig zijn in een werkomgeving. Casper mensen de Vries, willen niet thuis gaan zitten. Ik kan het niet beter zeggen. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics, lid van de WRR. Dank voor je toelichting.